derde sessie van onze vijfde week. En vandaag is het weer de mengelmoesdag. En we gaan weer een combinatie maken van de verschillende oefeningen die we deze week gezien hebben. En we gaan dat bij elkaar doen. En de opwarming die we vandaag doen is de stapopwarming. Die we in het begin van de week gedaan hebben. Weet je nog, gewoon gaan stappen. Gedurende 1 minuut, 2 minuten, 3 minuten. Kies je zelf hoe lang je daarmee bezig bent. Je stapt op en neer, je gaat je knieën eens wat hoger heffen. Hup. En of je hielen is naar je zitvlak toe. Heb je moeite om evenwicht te hebben, zoek ergens een stoel of een ander punt waarop je kan steunen en eens afwisselen. Hup. Yep. Op en achter. Op en achter. Yep. Hup. En rustig blijven stappen. En dan ook nog, weet je nog dat we in het begin van de week dit gedaan hebben. 1, 2, 3. Hup. Yes, klap. Dus opzij, stappen en klappen. Dus noods opzij gaan, stilstaan, stap. Hup, 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 stap. Als je echt moeite hebt met je evenwicht, dan heb ik liever dat je het iets trager doet. Echt stilstaan en dan klap. En rustig blijven verder stappen, is opzij stappen. Naar voor, naar achter en terug opzij. Voilà. Dat was die opwarming. 2 minuutjes, 3 minuutjes, vooraan, achteraan. Dus nog stap je in je living rond, in je huis rond, om even die beweging te hebben, die stappen te maken, die spieren los te maken. En als je dan toch onderweg bent, zoek dan een stoel. En die stoel die gebruik je om weer wat oefeningen te doen. Een van de oefeningen die we toen gedaan hebben, was het uithollen, of sorry, het uithollen en het uitbollen van de rug. Hup. Ja. Heb je steun nodig, dan gebruik je je handen uitbollen en uithollen van de rug. Schouders goed naar achter, loskomen en terug naar achter. Gebruik goed je ademhaling, dus bol je uit. Blaas je uit. En je maakt je terug groot, je adem terug in. Uithollen. Voilà. Goed die ademhaling. Maak de rugspieren wat los, maak de schouders wat los en dat zorgt ervoor dat alles terug wat soepelder wordt. Heel belangrijk. Nadat we de stoel gebruikt hebben, zetten we de stoel even opzij en gaan we terug op zoek naar onze pittenzak. Weet je nog, die pittenzak die we toen gebruikt hebben, is eigenlijk heel handig om te gebruiken om je schouders te gaan trainen. Dus je gaat je pittenzak van links naar rechts bewegen. Hop. En zo weer die andere kant op. En je beweegt heen en weer. Hup. En terug. Laat die schouders loskomen. Dat mag evengoed een waterkruik zijn. Dat mag een zak suiker zijn. Dat mag een zak bloem zijn. Het maakt niet uit zolang dat het maar iets is dat je gemakkelijk kan vastpakken. En terug. Hup. Tja. Oké. Als je dat gedaan hebt, ga je zo wat in lichte squathouding staan. Dus billen goed naar achter. Buikspieren ontspannen. Rechterrug. En je gaat dat... Zakje is rond jou draaien en je zet één stap naar voren. Je draait die daar, hop, andere kant. Rustig op jouw tempo. Ik doe dat nu vrij snel, maar dan mag je natuurlijk een pak trager. Hop, dat je voelt dat je stabiliteit zoekt en dat je voelt dat je spieren aan het werken zijn. Hop, ook weer rond jou. En je kan gaan combineren als je wil. Je kan zeggen van, hop, naar voren. Ik doe dat nu vrij snel, maar als je dat trager doet, dan is dat niet erg. Zolang dat je de beweging maar doet. Hop. En terug. En zo werk je eigenlijk heel de tijd voort. Hoe lang? Deze oefening neemt telkens een halve minuut tot een minuut. Zeg je een halve minuut is voor mij voldoende, neem je een halve minuut pauze. Zeg je, ik doe 1 minuut, doe je 1 minuut pauze. Oké, dus echt dat bewegen van dat pitten zeg je, naar voren, hup, andere kant, wisselen, yes, en terug, ronddraaien. Voilà. Een ander die we gedaan hebben met pittenzakje, weet je nog, is, je kan dat combineren met uw stoel weer, is dat je zegt, ik ga zitten, ik gooi het pittenzakje op de grond. En dan neem je het pittenzakje op, en terug. Eventueel hier, opnemen, en terug. En datzelfde pittenzakje, dat gebruik je in alle richtingen, hier begin je, en je gooit dat op de grond. Is dat dan makkelijk voor jou? Dan ga je
het pittenzakje op de grond gooien. Ga je door je knieën en raap je pittenzakje terug op. Hop, andere kant. Yes. Wat je ook nog kan doen is gooien. Op één been staan en terug. Gooi, één been en terug. Die laatste kan een vrij moeilijke zijn omdat je je evenwicht echt moet zoeken. Neem dan desnoods een stoel vast en dat je dan zo opraapt, been achteruit en terug. Heb je ook moeite met gewoon met beide benen op de grond gooien, oprapen en terug. Goed. Als je dat gedaan hebt, gooi je dat pittenzakje gewoon rustig even weg. En dan neem je terug je stoel, want daar hadden we eigenlijk in het begin van de week ook heel leuke oefeningen mee gedaan. Die oefeningen die waren als volgt. Je gaat zitten. Je heft je benen op. En je zet ze terug neer. Heft je benen op. En zet ze terug neer. Goed. Wat je gaat. Wat let je op. Is dat je goed tegen de rugleuning gaat zitten. Handen vast. Benen opheffen. En terug. Benen opheffen. En terug. Oefening voor de buikspieren, oefening voor de beenspieren, heupbuigers en dan. Wil je het iets moeilijker maken, ga je op het puntje van je stoel zitten vastnemen, op en terug. Klein beetje achteruit hangen dat je steun kan zoeken, op, ben al te vers en terug, op en terug. Is de stoel te gemakkelijk voor jou, kan je ook op de grond gaan zitten. En dat kan je kiezen. Als je op de grond gaat zitten, net als op de oefening. Nu dat we toch met die buikspieren bezig zijn, dat mijn stoel terug draaien, gaan we die zijdelingse buikspieren doen. En die buikspieren ga je op naar rechts en terug. Andere kant en terug. Als je kan, mag je de grond tikken. Als het niet lukt, niet erg, maar het belangrijkste is die zijdelingse beweging. Terug, andere kant en terug. Heb je een stoel met extra armsteunen? En moet je ook geen bang hebben om opzij te gaan, want die armsteunen houden je goed tegen om die beweging te pakken. Hop, opzij en terug. Je kan eventueel weer het pittenzakje gebruiken. Pittenzakje oprapen, andere kant en terug. Ja. Zijdelingse buikspieren, voorwaartse buikspieren. En nog een laatste is fietsen, benen opheffen en afwisselend gaan bewegen. Belangrijk mee is goed tegen je rug gaan zitten, benen opheffen en wisselen gaan bewegen. Hoe lang doe je dat? 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden. Ook weer naar verlang hoe dat je jezelf voelt. En wat heel belangrijk is, is daag jezelf ook wel wat uit. Je moet geen bang hebben om eraan te beginnen. Doe het gewoon en op het moment dat je voelt van het is genoeg, zet je gewoon je voeten neer. Dus dat dan nu 13 seconden is of 15 of 20, dat maakt niet zoveel uit. Zolang dat je jezelf een klein beetje uitdaagt. En terug alles in gang zet. Dit waren oefeningen voor de buikspieren, zijdelings en rechte beenspieren. En die gaan we natuurlijk ook weer stretchen. En die buikspieren kan je als volgt stretchen. Je gaat zitten, heb je armen omhoog. Goed naar achter, goed omhoog en goed uittrekken. Kom maar met je rug van de rugleuning. Dus zijdelings. Hop, zo omhoog en echt goed uittrekken. Echt direct voelen. Als je ergens kan vastnemen, is dat nog gemakkelijker. Kan je echter gaan aanhangen. Of gewoon vastnemen, vingers vastnemen en uittrekken. Goed. 10 seconden, 20 seconden of 30 seconden kies je zelf. Goed uitblazen ook. Rustig terug, alles even laten hangen. En dan doe je weer hetzelfde, 3 maal na elkaar. De laatste oefening om echt te stretchen is benen vastnemen, beide benen zo naar je toe trekken. En even vasthouden zodat die pultspieren, dus deze spieren, goed gerekt worden. Ook weer hier, 10, 20 of 30 seconden, meer dan voldoende. Heb je niet genoeg vertrouwen om op een stoel te zitten, mag je op de grond gaan zitten en vastnemen of in je zetel. Kan perfect. Voilà, de 5e week zit er weer op. Ik hoop dat jullie weer wat bijgeleerd hebben. Ik hoor jullie binnen een paar dagen terug. Bye bye.